Hallo YouTube, mijn naam is Niels en vandaag leg ik jullie uit wat Dutch Gamers Unite is. Ken je Machinima? Zo niet, dan loop je nog wel achter qua gaming op YouTube. DGU, Dutch Gamers Unite eigenlijk, is net zoiets. Behalve dat je er helaas nog niet voor betaald krijgt. We zullen wel zien waar dat heen gaat. Maar waarom zou ik mijn video's op dit kanaal willen uploaden, vraag je je nu vast af. Om een hele simpele reden eigenlijk. Meer kijkers. YouTube gaat zeker niet alleen om de kijkers natuurlijk, maar het is altijd leuk als je video's ook daadwerkelijk bekeken worden. Maar DGU heeft zo weinig abonnees, hoe moet ik hier nou ooit meer kijkers mee krijgen? Goed dat je dat vraagt, Niels. Kijk, ik leid mijn abonnees naar dit kanaal, jij die van jou, en naarmate we meer vaste uploaders krijgen, nemen die ook hun abonnees mee. Zeg maar gewoon aanbevelen van kijk naar dit kanaal, en als je kijkers je video's interessant vinden, zullen ze dat ook echt doen. Maar hoe word je dan de vaste uploader van DGU? Dat is een goede vraag, Niels. Je video moet natuurlijk wel aan een paar eisen voldoen. Ze moet in HD kwaliteit zijn, dus minstens 720 pixels. Ze moet leuk zijn om te kijken. Je moet verstaanbaar zijn als je eroverheen praat natuurlijk. Dat is een hele handige. En er mag geen muziek met copyright in je video zitten. Aangezien dan de video verwijderd kan worden als er ooit wel kans is om geld te verdienen met deze video's. Als je wilt weten of je goed genoeg hiervoor bent, en, ja, of je mensen je video's leuk vinden, stuur dan gewoon een keer een video in. Dat kan ook gewoon. Dan ben je dus geen vaste uploader, maar komt je video wel een keer op dit kanaal. Als mensen positief reageren op die video, heb je een grotere kans om vaste uploader te worden. Je kan je eigen video op je eigen kanaal niet zichtbaar voor andere mensen uploaden en daarna mij de link sturen. Dan kijk ik of het aan de eisen voldoet en als het dat doet, zou ik hem zo gauw mogelijk uploaden. Want deze video's die op DGU worden geüpload, kunnen natuurlijk niet ook op jouw kanaal staan, want dan heeft het eigenlijk geen nut. Dus ze moeten wel alleen op ons kanaal, of alleen op jouw kanaal natuurlijk. Maar zoals je zeker al hebt gemerkt, is dit kanaal nog in een hele vroeg stadium. Maar met jouw hulp kunnen we groter worden. Dus vul ons aan bij je vrienden als je leuk vindt wat je ziet. Ik hoop dat deze uitleg genoeg was. Zo niet, twijfel dan zeker niet om een reactie achter te laten of om een bericht te sturen. Peace out.